Dat ik vandaag het woord neem, is voor mij een grote stap. Want ik ben nu volledig uit mijn comfortzone. Maar mijn zoon Michael heeft mij de kracht gegeven om dit te doen. Ik ben nu ook al meer dan 2 jaar gestopt met alcohol drinken. En ik moet toegeven dat het voor mij een boost gegeven heeft. Het leven is eenvoudiger geworden. En ik voel mij beter in mijn vel. Het is zeker aan te raden aan iedereen. In het begin was ik angstig als Michael besloten had een boek te schrijven. Over zijn leven, zijn privéleven. Waarom is dat nodig, dacht ik. Maar uiteindelijk was dat een manier om zijn eigen te helpen. En ook om mensen te steunen en te begeleiden naar een beter leven. Nu ga ik het echte verhaal van Michael een keer aan u doorgeven. Michael heeft altijd mijn leven bepaald. Als peuter en kind was hij eigenzinnig en onderhoudend, maar steeds lief en goedgezind. Altijd klaar om behulpzaam te zijn. Hij kreeg daardoor veel aandacht en genoot van de belangstelling. Als tiener was Michael vooral met sporten bezig. Voetbal, minivoetbal, tennis. Toevallig mijn sporten. Hij had weinig interesse in de studies. Hij deed wat hij graag had en niet wat opgedrongen was. Ondanks het feit dat hij een individualist is, werd zijn drang om erbij te horen steeds groter. De uitgang en het feesten met vrienden gaven hem de indruk dat hij daarin aan het slagen was. Voor mij werd het steeds moeilijker. Ondanks dat we goed overeenkwamen, moest ik steeds optreden om de zaken binnen de perken te houden. Ik had nogthans het gevoel dat hij het goed meende, maar de alcohol werd steeds sterker. Michael, de gevoelige en lieve jongen, werd als onder invloed was ongelukkig, verbaal agressief en soms depressief. Vele discussies hebben we gevoerd, zonder veel succes, want ik kon Michael maar niet begrijpen. Sorry. Een beetje verder achter. Ondertussen was Michael een 20er en hij had veel ondernemersdrang. Een eigen voetbalclub opstart was zijn doel gewoon, om te bewijzen dat voetbal anders kon gespeeld worden. Union Marrakech, daarna Union Astene, werden zo geboren. De vriendschap zou primeren op het geld. Het is hem gelukt. 7 jaar heeft deze onderneming stand gehouden. Voetbal ging telkens gepaard met feest en drank, zodat de verslaving dichterbij kwam, zonder dat ik het doorzien had. Ik vond het logisch dat er gefeest en gedronken werd. Michael had ondertussen zijn diploma's binnengehaald en hij had een goede job gevonden. Ik dacht dat alles in orde ging komen, maar Michael ging steeds meer uit en dronk ook meer en meer. Het was nooit genoeg. Het werd voor mij en ganse familie steeds moeilijker om met Michael om te gaan. Het levensmotto van Michael was gewoon fun maken. Dag op dag, zonder levensdoel. Wat zou moeten gebeuren, mocht gewoon gebeuren. Op 17 juli 2011 werd ik nog meer geconfronteerd met de realiteit. Ik was kwaad en ik voelde veel schaamte toen ik Michael op het festival van Doer, stomdronken en gekleed als vrouw, op de RTBF-televisie zag. Ik had gewoon gefaald met Michael. Ik was bang en ongelukkig. Toen Michael terug thuis was van het festival, werd er veel gepraat en geweend. Het moest veranderen, zo kon het niet verder. En gelukkig is dan alles veranderd. Je kunt ook een boek schrijven. Michael heeft gezorgd voor de ommekeer. Hij heeft zijn probleem erkend en beslist iets aan zijn alcoholprobleem te doen. Ik wou niet toegeven dat mijn zoon een alcoholist was, maar ik wou hem helpen. Voor mij en voor mijn gezin moest ik aanvaarden dat hij verslaafd was om te verstaan wat er allemaal fout gelopen was. Door met Michael te praten werd mij duidelijk dat ik ook schuld had aan zijn alcoholverslaving. Ik dronk graag een glaasje, meestal op de voetbal, en het leek allemaal zo plezant. Ik dacht dat ik juist goed bezig was, maar mijn voorbeeldfunctie als vader was totaal verkeerd. De ontnuchtering werd door Michael een lastige periode, maar uiteindelijk de start van een nieuw leven.
Michael had een nieuw job gevonden en alles leek op zijn plooien te komen. De lieve jongen met zijn gevoeligheid was terug, maar Michael bleef op zoek naar zijn idealen. Begin 2013 besliste Michael te gaan voor zijn echte levensdoel. Hij stopte zijn job en besloot te leven voor zijn nieuwe missie, alcoholcoach. Mensen met een verslaving helpen aan een beter leven zonder alcohol en de jeugd attent maken voor de valkuilen van alcohol. Daarbij ook de mensen inspireren om hun doelen en wensen na te streven in functie van wat ze echt willen. Het is waarschijnlijk de moeilijkste weg die hij gekozen heeft, maar wel de beste beslissing, want het heeft hem al veel voldoening gegeven. Vandaag praten we nog altijd veel. Ik probeer voor mezelf meer te luisteren naar mijn eigen gevoelens en soms minder naar mijn verstand. Of naar wat ik heb meegekregen met mijn opvoeding. Ik ben gegroeid in mijn functie van vader en mens. Michael heeft mij geleerd dat je moet openstaan voor andere denkwijzen en levensopvattingen. Ik ben hem daarvoor dankbaar.